Annemieke Loef, Stichting Promotie Schiedam. Jij wil wat vertellen over een duurzame bedrijvendag die 9 november gaat plaatsvinden. Ja, dat klopt helemaal. Het is een initiatief wat plaatsvindt vanuit het themajaar Windkracht 13. En vanuit dat themajaar hebben we gezegd, dan zou het toch wel heel erg leuk zijn om de mooie Schiedamse bedrijven die we hebben en die duurzaam bezig zijn, om die eens een keertje in beeld te brengen. Nou, dat initiatief is gestart. Het heet de Duurzame Open Bedrijvendag, die dus inderdaad op 9 november plaatsvindt. Vanuit de gedachte ook dat de bedrijven zich graag eens willen tonen aan het Schiedamse publiek en zeggen van wij vinden het leuk om te laten zien waar we mee bezig zijn. We zien ook vaak dat veel Schiedammers niet weten wat voor mooie bedrijven we binnen onze stadsgrenzen hebben. En daarnaast zijn natuurlijk de bedrijven ook op zoek naar technisch personeel. Dus het is een beetje alles in één. En dat gaat op 9 november plaatsvinden. Dit wordt uiteraard denk ik ook door de gemeente ondersteund. En wat is de rol van hun in deze? Nou, de gemeente vindt het natuurlijk ook belangrijk dat het bedrijfsleven gepromoot wordt. Is ook trots op zijn Schiedamse bedrijfsleven. En heeft alle mogelijke medewerking verleend om de juiste mensen bij de juiste bedrijven te weten te benaderen. En daar ook een steentje aan bijgedragen dat de bedrijven meedoen. Dus de gemeente heeft de bedrijven bij elkaar gezocht en jullie zijn dat verder gaan uitwerken? Ja, nou, we hebben dat een beetje in gezamenlijkheid gedaan. Wij kennen natuurlijk ook wat bedrijven en de gemeente kent bedrijven. En daar waar we de beste contacten hebben, hebben we de dingen bij elkaar gelegd. Ja. Dat gaat 9 november plaatsvinden. Dat is de eerste keer, het duurzaam bedrijvendag in Schiedam. Zit daar nog een vervolg aan? Zit daar nog een bepaalde visie achter? Nou, we hopen het wel. Ja, ik zei het al eerder, we hebben binnen Schiedam hebben we natuurlijk schitterend bedrijfsleven. En dat bedrijfsleven willen we heel graag tonen. En dan zouden we natuurlijk willen dat in de toekomst dat we groeien. En dat we eigenlijk een echte grote open bedrijvendag ergens in het jaar krijgen. Waar we inderdaad het publiek van Schiedam, de Schiedammer en het Schiedamse bedrijfsleven kennis met elkaar kunnen maken. Die zijn zelf al technisch personeel. Dat is tegenwoordig toch wel overal gevraagd. Ik zie wat namen van bedrijven hier staan. Ik zie daar de BGS staan. Ik zie uiteraard de OI staan. Maar ook bouwbedrijf Van de Tempel, Vetus. Die zoeken dus allemaal nog steeds mensen? Ja, in min of meerdere mate. Maar de meeste deelnemers die aan de bedrijvendag nu meedoen, vinden het leuk vanuit imago, maar doen dat toch ook wel vanuit de zoektocht naar technisch personeel waar een ernstig tekort aan is. Hoe kunnen de mensen meer informatie krijgen en is er nog iets als de rondleiding zijn de mensen zich moeten aanmelden? Ja, de bedrijven doen op verschillende manieren mee. We hebben een mooie folder gemaakt, de flyer, die is op diverse plekken in Schiedam te vinden. Maar natuurlijk ook op de website www.ontdekschiedam.nu. Het is sowieso verstandig om daar even te gaan kijken. Want de deelname van de bedrijven is eigenlijk verschillend. De ene zegt, we hebben een open dag en je bent tussen 10 en 4 uur welkom. En de andere zegt, we hebben verschillende rondleidingen. En voor die rondleidingen moet je je dan ook echt inschrijven. En dat kan allemaal via onze website www.ontdekschiedam.nu. En daar word je vanzelf naar de bedrijvendag geleid. Er zitten natuurlijk gekke dingen bij. Mooie bedrijven, hè, wat wij dan noemen de glasfabriek, OI. Is natuurlijk hartstikke leuk om daar eens even binnen te kijken. Dat kan niet altijd. Maar wat ik ook heel erg leuk vind, is dat de firma Van de Tempel is bezig met de aanbouw van de brandweerkazerne bij de A20. En die geeft ze rondleidingen en vertelt over zijn bedrijf daarbinnen de in aanbouw zijnde brandweerkazerne. En wat is het leuke om eens natuurlijk eventjes daar een kijkje te kunnen gaan nemen tijdens zo'n open bedrijvendag. Zitten er ook nog scholen aangebonden? Ja, nou, we hebben heel veel scholen uitgenodigd. We hebben daar in ruime mate, niet alleen binnen de Schiedamse grenzen, maar ook richting Delft en buiten Schiedam, met name scholen uitgenodigd die technische opleidingen hebben. Het was overigens heel erg leuk om te merken dat de technische begeleiders of de mentoren van de technische opleidingen, dat die heel enthousiast waren en het eigenlijk jammer vonden dat het op een zaterdag plaatsvond. En wij hadden iets van, zaterdag, dat is makkelijk voor iedereen. Maar juist de scholen zeiden van, we hadden het eigenlijk best wel heel erg leuk gevonden om het door de week te doen, want dan hadden we klassikaal daar naartoe kunnen gaan. Nou ja, dat is dan iets om mee te nemen voor volgend jaar.